De stichting A Healthy Way of Life is van start gegaan met haar pilotproject Sewing to Preserve the Earth. Marcella Zeeuw, vertegenwoordiger van de stichting, zegt dat met dit project een bijdrage geleverd wordt om het milieu te behouden. Het project, dat gefinancierd is door het telecommunicatiebedrijf Telesuur, stelt inheemse vrouwen van Cabenda Dorp en Uitkijk in de gelegenheid om tassen van stof te vervaardigen. Zeeuw geeft aan dat Telesuur voor het materiaal, de vergoeding en de apparatuur zorgt. Er zullen 500 tassen vervaardigd worden en die zullen vervolgens bedrukt worden. En in januari is de launch van dit project. Vandaag is de officiële start. De vrouwen die zijn begonnen met de productie, waarna na het vervaardigen de tassen dus naar de drukker zullen gaan. En Inspire NV is bereid gevonden om de tassen te bedrukken in de verschillende logo's. En daar zijn we natuurlijk als organisatie, als stichting heel dankbaar voor. Het doel van dit project is om mensen bewuster te maken dat je in plaats van te grijpen naar plastic, je duurzamer kan gaan. Waarbij je dus ook een bijdrage kan leveren aan het milieu en aan het behoud van jouw omgeving. Want als je een plastic zak gebruikt, gooi je het weg. Raakt vervolgens misschien in een riolering en dan heb je overstromingen, etcetera. We kennen dat verhaal. Maar met een tas vervaardigd uit stof, die kun je weer makkelijker gebruiken. Je kunt hem wassen. Je kunt hem voor verschillende doeleinden gebruiken. Want er worden twee modellen vervaardigd tijdens dit project. Dat zijn de schoudermodellen en de rugtasmodellen. Dus ook de kinderen die zullen genieten van de tassen die vervaardigd worden door de inheemse vrouwen. Eugenie Cabenda, een van de deelnemers aan dit pilotproject, vindt het een geweldig initiatief om het milieu te helpen behouden. Ik doe mee omdat ik wat kan leren om tassen te maken. Ook met machine om te gaan, want ik heb het nooit gedaan. Dus ik ben toch blij ermee. Ik vind het heel leuk, heel simpel, want met een tas, je kan het ook weer terugwassen, maar die plastic zak, wanneer je het weggooit, het blijft en het alles wordt verstopt. Dat was Eugenie Cabenda, een van de vrouwen die participeert aan het pilotproject Sew to Preserve the Earth. Het project zelf wordt in januari gelanceerd.